Het grote nieuws hier bij Fiat is de letterlijk en figuurlijk grote nieuws bij Fiat is de verlengde 500. Twaan Damo, de woordvoerder van Fiat Nederland, die praat ons bij over alle ins en outs. Ja, klopt. Die auto die, die achter ons zit is de 500L. L staat voor large. Geeft al aan. Een grotere 500. Je kan dit zien als de 500 voor jonge gezinnen, want hij biedt plek aan 5 personen. Ja. Is flexibel, Italiaans design. Dus we trekken die lijn door van de succesvolle 500. En hij zal verkrijgbaar worden met een twin-air motor, met een 1.3 diesel en een 1.4 benzine. Maar vooral die twin-air motor en een 1.3 diesel, die gaan de kar trekken voor deze auto. Want die zijn BPM en wegenbelastingvrij natuurlijk. En de bodemplaat, is die afgeleid van de gewone 500? Is afgeleid, maar uiteindelijk is zodanig aangepast. Hij is breder, hij is langer. Dus je kan wel zeggen, het is gewoon een compleet nieuw onderstel. Wanneer staat hij bij de dealers? November. Ja. Prijzen? Prijzen nog niet bekend, is nog te vroeg voor. Nog meer nieuws hier op de show? Ja, jazeker. We hebben hier ook de Panda met Dual Logic transmissie. Ja. Die stoot 95 gram uit, dus daarmee zit je tot 2014 goed wat betreft wegenbelasting en BPM. Ja. En verder? Verder bij Fiat op dit moment we hebben nog wat speciale uitvoeringen. Maar bijvoorbeeld ook een Punto Twinner en een Panda. Wat misschien geen wereldprimeurs hier zijn, maar wel primeurs in de showroom in Nederland. Van de Panda is net de verkoop begonnen. Hoe loopt dat? Hartstikke goed. Ja, het is, zit koud een paar weken in de showroom, dus het is nog wat vroeg om te zeggen om een definitief oordeel te doen. Maar het gaat gewoon heel erg goed. Ja. Nou, leuk nieuws allemaal, Twaan. Ja, reuze bedankt. Ja, graag gedaan.